Hallo daar, welkom bij deze sappige compilatie van deze malse mannen. Vind je deze video leuk? Abonneer, like en laat een leuke reactie achter. En who are you? Oh, ik ben Peter! Oh ja, ik ben Timon! En samen zijn we... Timon en Peter! Cola, drink het. Welke wil jij? Wil jij cola? 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 We hebben ze ook... Oké. Bam. Er is niet eens een wc. Of is dit een... Nee. Probeer het eens. Misschien. Je moet hem eerst testen voordat je het beoordeelt. Stil. Ah! 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 Is niet eng. Oh, wat ben ik bang voor? De gillen. Oh, die is niet eng. Ja. Een man in de comments zei van, je moet echt elk deurtje bekijken. Dus we zijn ook niet dom, we weten dat er een schrikmoment komt. Hier moeten we volgens mij heen. Hier moeten we heen. Maar we gaan alle deuren bekijken. Deze is voor jou, man in de comments. Luister wel naar de comments. Oh! Oh, nu gaan we echt verschrikken, man. We zien echt niets. We weten echt niet wat je gaat doen, hoor. Wat zal er nu gebeuren? Laat even weten in de comments. Oh, ik denk dat ik ga schrikken. Kijk die man. Hey meneer in de comments. Misschien moeten we alle deuren kijken, want hier gaan we bang. Oh! Schrok, man. Wow. Ik zag er niet aankomen. Oh, ga je weer staan? Hey, probeer voor nog de volgende. Moet ik het nog een keer proberen? Huh? Je bent eng, man. Heel goed. Nou, dan gaan we, hoor. Trek die broek maar uit. Ik heb de hele tijd er geen broek aan. Ik heb het niet over jou, ik heb het over dit poppetje in het spel. Oh. Waar zijn de douches nou? Of ben ik er nou weer uit? Nee, ga terug. Zullen we gewoon teruggaan? Ja, laten we even naar die mannen, man. Ja, we hebben wel beloofd dat er zouden komen. Jongens! Ja, die zitten nu uit het raam te kijken. Traantje over hun wangen te rollen. Elkaar te omarmen van, er komt vast nog wel iemand. Ja, maar dan wordt een vriendschap wel sterker. We hebben toch nog wat geholpen. Oh, dit is grappig. Oh, dit is even een grappig. Jongens, even dit moet je niet te serieus nemen, allemaal thuis. Want dit zit een poepje in. Dit zit een poepje. Ja, dat vind ik even. Hier zijn we van poepjes en plastisch. Dat is mooi. Dat vinden we genieten. Scheetjes hier en daar. Ja, daar kan ik om lachen. Jongens en meisjes, jullie weten het. Het is weer zover. Lekker spelen. Ik weet eigenlijk niet wat echt het doel is van dit spel. Oh! Waar is schreeuwen? Ik hoor mijn eigen hart, jongen. Ik dacht, ik doe even mee voor de show. Ja, je fokte mij echt op. Ik dacht, jij hoort hem dichtbij en zo. Dus ik schrikken van jou. Volgens mij startte jij de schreeuw in. En ik volgde gewoon. Dat is gewoon wat ik doe. Ik ben gewoon een meeloper. Ik wil er gewoon bij horen. Oh. Ja, dan mis je hem. Dat is zonde. Dit wordt een fijn. Fine time. Gaan. Ik heb een stijve. Stil even. En dan zijn ze weer. Grapjes zijn aanwezig. Wow! Lekker spelen! Mannen met pure vagina's hier. Pure vagina's aanwezig. Is het een agressief of doe deze normaal? Even lekker makreeltje erbij hangen. Oh nee, het is gewoon een laken. Oh, makreeltje. Ik zag er toch echt een visje in. Als we rechts gaan, betekent dat daar al die chicks zijn. Dus we gaan naar links. Dat zijn grapjes. We gaan naar rechts. Nee, we gaan voor die lekkere. Zo zijn mijn mannen gewoon. Wij houden van een lekkere paar verse tieten. Zo zijn wij gewoon. Zo vers mogelijk. Zo vers. Gewoon zo zijn wij gewoon. Wat is die man aan het... Dat wil je waarschijnlijk niet weten. Klinkt dan zo grappig. Wat? Stop! Stop! Nee! Wow, je bezeert jezelf nog. Gaat het? Die man ging er ook voor. Die ging te lang. Die man ik zei geen... nog zo, doe het niet! Te exploderen. Maar het voelt zo goed aan! Hij ziet er ook wel geinig uit. Met dat haar, met die haartjes. Zonnebrilletje op. Ja, dat...
Dat doet hij goed. Ik vind hem eigenlijk een keer... Oh. Hey! Wow. Ik heb een stijve. Lekker spelen. Direct, instant, stijve. Zo. Oh! Go! Je schrok van mijn erectie. Oh, man. Wat een mens. Je wist ik veel. Wat een joch. Dat gebeurt niet. Oh, man. Dat hebben de vrouwtjes ook altijd, hoor. Die schrikken er ook wel een beetje van. Oh, oh. Dat zijn grappen, dat moet je niet serieus stemmetjes. Je kijkt trouwens naar Lekker Spelen. Je kent het misschien, het is je favoriete kanaal. Waarom zou ik het nog uitleggen? Vind je het niet zo leuk? Zap gerust weg. Er zijn vele kanalen op YouTube te vinden. Meer dan één in ieder geval. En als je het echt leuk vindt, kan je abonneren. Dat kan. Dat hoef je zeker niet te doen, hoor. Hoef je zeker niet te doen, maar ik zou het wel doen. Je hebt alleen jezelf ermee. Ja, je hebt jezelf ermee, want ik vind het namelijk hilarisch. Oh, dat gaat vast lukken. Het lukt. Ah, het lukt. Het lukt. Oh, nu komt de finishing move. Finishing. Chokeslam. Oh, jee. Snap. Neckbreaker. Sub-Zero wins. Ja, nu is het liftstuk. Kan ik je nog... En bedankt, hè. Ik had ik hem bijna uitgespeeld. En dan surfen we eventjes hoor, naar onze favoriete website. Speedrunners.nl. Deze mannen, daar zijn ze weer. Van de partij. Batterijtje erbij. Je hoort het wel. Ik ben het. Poëter. En ik zit hier met Timon. Oh, mijn naam is, mag weer niet grappig zijn. Jouw namen zijn altijd grappig. Mijn naam, nee hoor. Moet ik je de zeur noemen? Want je zit nu alweer te zeiken! Lekker spelen. Jo, wat gaat er gebeuren straks? Oh, gaan we douchen? Oké, Volg mij. Volg mij, ik wil ook wel zin om te douchen. Dat ga je niet menen. Oh, Jan Doedel, kom ik hier! Dan denk je dat ik hier voor de katse kut bezig ben? Ze zijn al begonnen zonder mij. Daar gaan we. Kom maar jongens. Komen zij er ook zo bij hoor. Het is zover. Komen ze giechelend aanrennen. Op hun teentjes. Piemeltjes rond te draaien. Te kwispelen. Ja. Technologie. Technology. Wetenschap. Tijdreizen. Economie. Lekker spelen! Oké, de gang in, de gang. Oké, go, laatste rechts. Ik schrok toch hard, joh, dat is toch echt. Rechts! Nee, ja! Waar is hij nou? Koekoek. Ik ben hier. En weg is hij. Koekoek. Ja, vindt hij leuk. Kijk hem nou lachen, die grapjes die kan hij waarderen. Er zit een mannetje. Daar zit hij hoor. Die is te uitkijken. Die vertrouw ik dan ook gewoon. Ja. Moeten we ook nog vragen of hij ons niet laat schrikken of kunnen we gewoon blind vallen? Nee, zo is hij niet. Het boeit hem echt helemaal niks. Nee, het boeit hem echt helemaal niks. Ik ga niet eens naar hem kijken. Zo erg vertrouw ik hem. We nemen die jongen mee. Neem die man mee! Mee te rollen. Die zijn boven. Weinig. Nou, mag ik ook af en toe rondkijken in het spel of wil je alleen maar het spel snel sorry, uitspelen? Sorry, het spijt me. Het spijt me, maar ik denk dat onze sponsor hier niet zo blij mee is. Maar ik zal mijn mond wel houden. Wc'tje. En dan weten de kijkers waar het tijd voor is. Zetje schrap. Oh, dit is lachen. Het is bezet. Ik ben nu even. Huh?
Waar is hij nou? Hier zijn helemaal geen kastjes. Oh, ik zie nog een foutje. From, er staat anoniem. En ik denk dat wij lekker speler zijn. Zullen we naar milesupshure@gmail.com echt iets gaan sturen, nu op dit moment? Zo is. Ja. Ja, dan ga ik er even bij zitten, als je het niet erg vindt. Even op de grond zitten, even klaarmaken, zitje innemen. Bij de voeten elkaar aanraken, plat, hè. Er komt niks op het beeldscherm, meneer. Oké, mijn moeder zou weer intrappen, want die weet niet hoe computers werken, maar wij trappen hier niet in, meneer. Maar de aanhouder wint, hè, want hij blijft zo overtuigend doorgaan dat ik het nu wel begin te geloven. Inderdaad. Want ze weten dat er in die banen geknipt wordt daar. Dus ze willen allemaal doen alsof ze zo hard mogelijk werken. Behalve deze man, dat boeit hem echt helemaal niet of je zijn baan verliest. Sexual? Waar hebben jullie het over, mannen? Kijk uit bij de bochtje, hè. Wow! Wow! Wat doe ik allemaal? Dit is mijn nieuwe move! Goedemiddag. Ja... Ik hou van mijn baan. Kijk wat er gebeurt. Gimpies aan, dan gaan we. Het boeit ze echt helemaal niet. Ze zijn het al lang gewend. Ze weten ook dat ze ons geen aandacht moeten geven, want we gaan alleen maar door dan. Ja. Tijdje terug. Oh, en dan beginnen we goed met zo'n spelletje. En dan weet je dat je hier aan het juiste adres zit. Kijk jongens, ik heb wat privé nodig. En kijk jongens, dat is een grappie. Als het deurtje dicht gaat kijken, dat is een grappie. Oké. Kijk, en dan weet je, als je op zoek bent naar toilethumor, dan zit je hier aan het juiste adres. Kijk, hoppakeetje, dat is nummertje 1. Dat is nummertje 1, nummer 2. Het is een beetje mistig en ik denk dat iemand ons voor is geweest hier, want ik kan het niet meer zo goed hier. Wat ik mooi vind is dat iedereen precies op hetzelfde plekje mist plast. Mis? Raak? Dat is toch nog als, het telt nog als raak, hè? Jongens, ik ben een eentje, kwak, 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 kwak. Ja, nou, dan zit je dus aan het juiste adres voor dit soort humor. Gaat het? Hey, kom op. Het is allemaal heus niet zo erg, hoor. Laat zien hoe het krabbetje moet. Dat vrolijkt iedereen altijd op. Dan moet je wel even kijken, hoor. Kijk, handje op de grond. Echt gaan. Wat voor schrik ik? Ik hoor een schrikgeluidje, maar... Oh, die man had geen broek aan. Ik weet niet of dat negeer jij gewoon. Nee, dan gaan we toch ook gewoon even de krabbestand. Maar hij heeft ook geen hoofd, nou dan verschuif ik me gewoon even. Ja, dat is een stuk makkelijker dit. Lekker spelen? Oeh, dat is helemaal niet verkeerd. En over de vingers, door de vingers zien gesproken. Nou. Kijk, broekje uittrekken. Nou, kan goed. Ook anders. Jij me dit lijkt niet zo effectief, want het lukt hem kijk, nog steeds heb daar niet. In het midden heb je ook een rit zitten volgens mij. Kijk daar een rit. In het midden. Nee, hij negeert ons volledig. Hij gaat het gewoon nog een keer proberen. Nog steeds geen effect. Het gaat niet lukken zo, hoor. Ik zie al wie de broek aan heeft in de relatie. Kijk, dat hij omdat hij zijn broek niet uitkrijgt. Ja. Ho. Wat is dit nou? Hey, dit is een ventje. Dit is een geine ventje, hoor. Wow, wat maakt jij nou voor keelgeluid? Lekker spelen. Hij had me te pakken, hoor. Hij heeft het hem weer geflikt. Waarom ook heen? Oh, ren. Deurtje. Deurtje echt je kut dicht. Oh, ren. Vind een verstopplek. Vind een verstopplek. Je moet die deurtje echt niet dicht slaan. Ja, zou niet op, man. Niet voor je dicht. Nee. Oh, man. Deurtje echt je dicht. Ben de kerk geboren of zo? Oh, man. Vind een hoekje. Oh, man. Oh, man! Hoekje, oké. Okay. Nee. Oh, mijn god, hij zit links van je nu, hè? Er zit niet een deur. Oké, je vindt hier nooit. Kun je me hier even met rust laten, alsjeblieft? Want, privacy, man! Oké, maar ik moet toch even. Ik weet niet of je het heel erg vindt, maar ik kan gewoon als mensen naar me kijken. Dat is niet een heel groot probleem.
goede beat. Nu mag je best freestylen. Het is Peetje. En dat weet je. Ja, dat is Peter. Skater. Sodemieter, god, dat zijn mijn nummertjes. Dat is copyright ten eerste. Je hebt maar zo dat ik je niet ga aanklagen. Sorry, ik probeer alleen maar wat. Het was goed. Maar kom op. Dat knopje, kon je dat niet indrukken? Knopje, dat is een lichtje. Zie je het verschil niet tussen een knopje en een lichtje niet meer dan... Een kloppie? Zijn ook kloppie? Oh. Wat een kloppie? Hou op, ik... Hou op met het gestam, krijg ik hoofdpijn van. Lawaai. Ja, man, die heb je achtergelaten, die komt niet meer in het spel. Dat heb ik ook gehoord. Oh! 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 Wat gebeurde er? Oh! Wat gebeurde er? Weet ik niet, ik spart hem echt. Er zijn ze weer, die malle maloten. Malle vrienden. Wil je ons nu vrienden gaan noemen? Je dacht, ik waag de gok, ik ga ervoor. Ja, misschien valt het niet op. Dan ga je het nu afstraffen, vond je het niet goed of zo? Hé, hey, lekker spelen. Like zijn ze? Ja? Daar zijn daar ze! Daar zijn ze weer! Hey jongens! Hoe is het, man? Alles goed? Heb je iets met je haar gedaan? Je ziet er goed uit, hoor. Ja, hij ziet er frisser uit dan normaal. Mag ik ook... mag ik jullie de deur even los en kom ik ook? Ga even niet... even niet stompen als ik dichtbij kom, oké? Okay? Waarom zouden ze dat doen? Auw! Waarom zouden ze dat doen? Wow! Wow. Hij steekt me echt volledig dood nu. Misschien, ja, hij zag je niet aankomen, hè? Ja, inderdaad. Wat is dit? Oh, die kan niet tegen zijn verlies. Verloren van die ene man. Oh, wow! Wow! Word ik gestompt en alles? Wow! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! Hey! Het lijkt hem totaal niet af ook dat we schreeuwen nu. Het lijkt hem echt niet eens bijna af. Die man. Hey, mag ik... Je weet dat ik hier opgewonden van word, hè? Ach, jij mag ook wel even... Jij mag ook wel even gewoon... Heel... Gewoon wel even kort... Oh! Dat is al veel... Stil nou! Stil nou even! Bij hem mochten we wel gewoon ja, praten. Ja, het lukt niet! Nee, bij hem mag je wel praten! Dat ik je weet dat het niet lukt bij mij! Sorry. Die man, ja, lukt het ook niet meer. Ja, bedankt voor het verpest van mijn dag, Timon. Zo'n keer. Jongen. Waarom? Kan ik niet af... Oh, kut. Nee, nee, ik heb nog een tijd. Oh, wat doe ik? Wat gebeurt hier nou weer? Oh, wat doe ik nu weer? Te joken ook gewoon. Hij ging nog niet eens op volle snelheid en hij haalt me al in. Ja, hoor. Gewoon verkeerde instrumenten uitgekozen. Ik gelijk... Oh, dat is Maarten! Maar deze was echt perfect, hoor. Ja, hij wilde het goed maken. Ja, het volle inzet. Die Maarten. En de landing was zelfs goed. Waar komt hij eigenlijk vandaan ook? Het maakt hem helemaal niet meer uit. Volledig van het dak af. En dan nog die timing zo perfect, ja. Hè. Zijn dit nou vrouwen die ik hier hoor? Zijn die nou vrouwen? Nou, dan... Hey, meisjes? Nou, dames, ik ben hier ook, hoor. Kukkelijke jongens, hier ben ik. Dat is wat ik tegen vrouwen meestal zeg, kukkelijke. Ja, maar ik vond het ook totaal niet raar, maar dan kun je niet... Ik zag je al noteren van, oh, dan moet ik... die kan ik wel gebruiken, hè. Maar heb je er wel succes mee met de kukkelijke... Nee, niet bij de dames, maar wel bij de chickies. Oh, die man. Kippetjes. Ja, kippetjes ook ik. Dames en heren. Hey. 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 Je deelt gelijk die kusjes uit. Oh, opfokkende geluiden. Nee, moeten dit mannelijk zijn een keer? Ik heb gehoord dat vrouwen vinden dat interessant. Ja, inderdaad. Oh, hoor die geluiden. Ik hoor geen enkel geluidje. Ik hoor geen geluid hoor. Ik wil geen enkel schreeuwtje uit je keel horen vandaag. Piepje, mag dat piepje? Geen enkel piepie.
Want dat besmet mij weer. Inderdaad, maar jij bent goed bij de dames, dus dan wil ik ook niet verpesten voor je. Hier. Nee, rechts. Oh, man, ik zei niet schreeuwen deze aflevering. Ja, sorry! Oh, deurtje. Nee, die is... Even niet slaan. Het boeit me helemaal niks. Links. Nou, ik... Wat? Het maakt hem helemaal niks uit. Ik geef wel de verkeerde tips. Ja, maar totaal verkeerde tips. Maar het wordt ook genegeerd, dus bang. Jij hebt een goede tip gegeven. Ja. Mijn dubbel. Wow! Hey. Eindelijk vagina's. Kom je hier vaker? Deze man, die ging zo hard voor de penetratie. Die ging met zijn hele lichaam erin. Het boeit hem echt niks. Dit noem ik nou penetratie, zei je toen. En toen stierf ze. Niemand lachte. Ik denk ook niet dat hij niemand lang overleefde. Hij is er ingeklommen. Waarom is hij gestorven? In te stappen. En de prijs op Duram is Wow! Ik zat even naar jouw gezicht te kijken! Wow! Ik weet niet wat de... En hij is weg. Ja, maar het was graag. Dat was de eerste. Wow! Maar er is hier ook als een kippenbij. Oké, gaan. Waar? Hij is hier. Daar loopt hij. Waar moet ik heen dan? Ik kan er toch niet langs lopen? Kan wel. Eromheen. Hier rechts. Rechts! Wow! Ik dacht dat we mannelijk gingen doen. Ik zie al... We hadden echt 90%... Ik ga rennen. Nee, ren. Ja, hij heeft een pak kutspel. 90% vrouwen was het publiek. En jij verneukt het. Ja, en ik ga gewoon schelden dit keer ook hoor. Maar je verneukt het echt voor mij ook. Fucking stinkmuziek met dit spel, man. Hij is ook nog snel. Oké, nu ga ik ervoor. Peter, nu ga ik ervoor. Ren. Links. Ren. Oké. Hij gaat echt snel, die man. Ik hoor hem gewoon. Oké, deurtje dicht. Niks aan de hand. Oké, gaan. Ja, staat hij op de muur? Wat staat hij op de muur? Liefde. Ja, dat is wel een mannelijke aflevering. En dan gaan we nou die liefdesverhalen wel gebruiken, hè? Oké, duw open. Hij komt hoor. Ik hoor een deurtje. Wat kan je nou? Deurtje open. Oké, ik ga dood. Het gaat niet! Okay, ik kom niet eens in bijna in de buurt, die man. Wat kan het nou? Gedag allemaal. Waarom? Omdat het een nieuwe aflevering is van Lekker Spelen. Mannetje achter me! Wow! Wegwezen. Ik zie een keer de goede kant. En hier, dit kan niet! Dit kan niemand! Ja. Dit doet niemand me na! Die jij de squeeze goed doen! Nee, dat gaat hem niet lukken. Nooit van zijn leven niet. Je moet eerst een paar YouTube-filmpjes kijken van hoe ik dat heb gedaan. En anders gaat hij hacken. Anders komt hij, dan gaat hij die wall glitches doen. Die wall hacks. Oké, waar ben ik? Niemand weet het. Oké, waar ben ik? Move! Hij heeft je afgesneden. En dat is precies wat hij met je penis ook wil doen. Dat is nou eenmaal zo'n ding. Pukken. Waar is hij nou? Man, ik zie hem niet hoor. Waar is hij nou? Hey, zit je soms hier? Nee. Kijk, nou, dan mag je hem even in alle rust vertellen. Even je lachspieren even wekken. Okay. Het is een onderzeeën. Jongens, welkom in de onderzeeën. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine. Waarom zijn wij de enige mannen die hier hangen? Zijn wij zo speciaal? Ja, waar? Hoe zijn wij aan die kleren gekomen? Waar toch naakt trouwens? Ja, inderdaad, serieus? Wat is dit? Daarom was ik zo langzaam. Daar ben ik. Ach, wat is penis te gewoon zien? Oh, Wiggle! Met op. Hey, Wiggle, hoe noem je het? Hoe gaat het nummertje? Wiggle. Oh, 0906-0911. Lekker bellen met hem. Lekker bellen met haar. Koekoek. 0906-0911.
zag je, weet jij nog hoe hij eruit zag? Ja, hij zag er als een man uit, geloof ik. Zo'n dag met je handje. Lekker. Neem ook een keer een goede dit pad. Dit zal een volledig stuur zijn. Het is echt nog niet het einde. Nee. Als je denkt dat we daar intuinen, en dan lopen we ook door een tuintje heen, dat is gewoon... Dat zijn gewoon, ja, maar dat vind ik gewoon... Scherpte. Maar ik vind mezelf ook gewoon goed, hashtag hoor. Hashtag scherpte. Hashtag woordgrappie. Maar dan wil ik ook even zeggen dat je goed vindt, want ik vind mezelf echt heel goed. Ja, ik vind het ook goed. Bovengemiddeld dat zeker. Dat brengt ons gelijk bij de review. Ik ben teleurgesteld en verbijsterd.